Serboni. Goeie kaats. Tillema, prachtig gespeeld. Hier komt de mogelijkheid voor Parami. Die schiet over. Dat is de eerste echte mogelijkheid voor de Uien. De thuisclub, Rijnsburgse Boys. U ziet het. Sinterklaas is het land uit. Dus gaan we ons opmaken voor de volgende feestdagen. Dit de mogelijkheid voor Van der Putten. De eerste redding van Nieuwkoop is dan maar half. En dan neemt Lisse een 1-0 voorsprong tegen de verhouding in. Dat dan weer wel. En Stevens neemt de goal voor zijn rekening. Die staat op het goede moment op de goede plek om die halve redding van Nieuwkoop af te straffen. Dit is meteen einde wedstrijd voor de doelman van Rijnsburgse Boys. Ondertussen is dit voor D natuurlijk een mooie gelegenheid om opnieuw te laten zien dat ook hij een goede doelman is. Van Ewijk. Raakt prijs. Van Ewijk krijgt rood. Direct rood. Oei, oei, oei. Lisse moet door met een man minder. De ingooi voor Lisse. Tot zover niks aan de hand. Maar dit is rood. Naar het oordeel van Fries die er niet beter kan voorstaan dan dat hij staat. Ben je mild, zou je kunnen veronderstellen dat hij eigenlijk op dat moment zijn voet niet ergens anders kwijt kan. Raus. Van der Putten weg. Van der Putten met Artien. Van der Putten is sneller. En dacht dan iets meer. Dat maar zo gekund, want ook in zijn eentje is hij gevaarlijk genoeg, Rodi van der Putten. Top Rijnsburg via Goeman, snel genomen, stroker. Kapt Vermeulen uit. Lisse kan uitverdedigen. Gielissen. Klein duwtje. Lisse dat verder kan uitverdedigen. Hier deelt Artien een trap uit. Nou ben ik benieuwd wat Fries doet. En die houdt het in dit geval bij geel. Ja, je kunt er bijna op wachten. Dat natuurlijk heel Lisse nu wil dat ook Artien een rode kaart krijgt. Waar Van Ewijk erg streng wordt bestraft, loopt het voor Artien met een sisser af. Voorlopig kan Rijnsburg nog niet echt goed uit de voeten met die man meer die het al een aantal minuten heeft. Nu misschien wel via Gillissen die handig teruglegt. De onderschepping van Vermeulen komt net op tijd. Het probleem is daarmee nog niet weg. Hier is de 1-1. Nee. Opoku, kop naast. Dan maar van afstand. Oh, wat een goal! Artien. Een supergoal. Eerst een negatieve overrol. Want hij kreeg slechts geel voor het duel dat hij aanging met Raus. Maar nu pakt hij een andere overrol. En die bevalt hem en zijn supporters en zijn elftal veel beter. Wat een goal van Artien. En Rijnsburg staat op 1-1. Gielissen. Goede Paul in eerste instantie. Een goede redding van de doelman van der Werf. Serboni legt breed. Stroker. Tillema. Stroker door deze bal. Dan gaat Serboni onderdoor. En vervolgens wordt hij naast getikt. Dat is de tweede mogelijkheid voor Rijnsburg. Vlak na rust. Balbezit. Lisse. Bij de tweede paal Vermeulen komt die bal daar. Oh, die komt er wel. Maar niet meer op het moment dat Vermeulen daarop rekent. Udepol. Weer het duel zoeken met Ababio. Hij kan buitenom de aanvaller. Die bal rolt niet voor de voet van de Rijnsburger. Althans niet in eerste instantie. Dan maar van afstand. En de goal van Goeman. De aanvoerder van de Rijnsburgse Boys. Zet de thuisclub op een 2-1 voorsprong. En zo loodt de druk die Rijnsburg vanaf het begin van de tweede helft zet op Lisse. Uiteindelijk dan toch binnen, pak een beet, een kwartier voetbal na rust. Van Boksel, goed meegegeven aan de rechterkant. Voorin Vermeulen en Van Boksel zelf. Meegekomen Van Boksel. Ja, hoe kom je daaruit? Terugleggen kan. En de uithaal had het nog maar zo ingekund ook van de voet van Stevens. Ja, power. Goed gespeeld. Tarani. Binnendoor. Van der Putten vraagt. Aan de rechterkant loopt Buimer. Tarani. Tarani van der Putten.
Hoewel de kans eigenlijk aan de andere kant ligt en Van de Putten alsnog de gelegenheid krijgt. Maar die bal in de handen schiet bij Deen. Maar dat geeft nog maar eens aan dat met deze stand Rijsburg nog verre van zeker is van de winst. En nog steeds loopt dit duel. Pikt Agari een aantal meters. Zit Artien daartussen. Dan is deze trap van Goeman als aanvoerder bedoeld als opluchting. Maar dat is van korte duur. Van de Werf. Nee hoor. Het is niet van korte duur. Het feest kan plaatsvinden vanavond in de kantine bij Rijsburg. En Rijsburg wint voor de achtste keer in de laatste negen wedstrijden. En sluit daarmee voortreffelijk af.